Zo, welkom in deze nieuwe weekvlog van Luban Bellinga. Hallo. Goedenavond. Nou, papa die zit hier heel even zijn werk te doen. Ja, jouw weekvlog had ik blij. Mijn weekvlog, ja. En het is vandaag zaterdagavond 26 juni. 26 juni. Luban, gaan we iets leuks doen? Luban, slaap lekker? Ja, ik ga iets heel leuks doen. Nou, mijn vader die zei het al, het is... Even denken. Het is zaterdagavond, 26 juni. En kijk eens, ik zit hier. Hoor je mama? Ja, de meisjes die gaan wel gewoon lekker in hun bed liggen. Maar hier zit ik dan. Kijk, hier hebben we dan zo de woonkamer. Ik heb dit een beetje als muurtje gemaakt. Kijk, hier kan ik dan naar buiten kijken. Een woesel. Die ligt niet met zijn kont. Hé, hey, Woezel. Kom erbij, jongen. En hier heb ik al mijn spulletjes. Mijn wekker. Ja. Nou, mijn wekker dus. Het is 7 uur. Dan ga ik nog even... Waarom druk ik nou elke keer op de uitknop? Nou, dus mijn wekker. 7 uur. Dan ga ik nog even lekker Donald Duckje lezen. Dan nog even schrijven in mijn dankbaarheidsboekje. En dan nog even van mijn uitzicht genieten. En dan even Woezel knuffen. En dan ga ik ook weer slapen. En ja, konijn, die ligt er alweer klaar voor. Om met mij lekker, slaappartijtje hier te houden. Nou, hier een nachtlampje. Die doe ik wel uit hoor. Want dan is het wel een beetje lekker. Ja. Yes. Jullie op de lamellen zetten. Ik ga jullie hierop zetten. Als het me gaat lukken. Het gaat gewoon. Wat leuk. Nee, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Zo op de gordijn zetten. Nou. Hier zit ik dus dan. Ja. Het is wel nieuw voor mij. Bromvlieg. Nee, ik zie hem niet, maar... Nou ja, laat hem maar lekker brommen. Ik slaap toch wel door hem heen. Kijk. Leuk hoor, dat woest bij me ligt. Maar hier ga ik dus overnachten. En het past net. Het past echt heel net. Kijk. Ik weet niet, nee, ik kan het niet laten zien. Maar hier stonden jullie op. Op dit... plankje, kijk. Dus daar stonden jullie op. Kijk, dit is mijn konijn. Die heb ik al sinds 2012. Toen ik ben geboren. En kijk, deze die heb ik van mijn fan gekregen. En die waren eigenlijk voor de meisjes bedoeld. Maar hun, die wou er niks mee. En deze Rapunzel, die mocht ik toen hebben van mijn konijn. Heel erg lief van mijn zusje natuurlijk, dat ik er ook eentje had. Ja, en hun hebben er dan 3 andere Rapunzels. Daar mag ik er eentje van hebben. Dus die gebruikte ik voor een konijn. Dus daar slaap ik altijd mee. En ik heb er op mijn bedrand nog... 8 knuffels staan en met deze 9. En ik word bijna 9, dus hé, dat is toevallig. En ja, kijk. Ja, ik vind het niet meer zo leuk. Mickey Mouse is voor mij natuurlijk mijn kinderachtig. Maar vroeger vond ik het hartstikke leuk. En toen had ik daar ook echt een dekbed van. Mickey Mouse. Kijk. Mickey Mouse. Hier. Dus die heb ik hier liggen. En Woezel... ik vind het helemaal geweldig als ik hier logeer. Pipje, die gaat dan altijd snel weg. Maar... Woezel? Nee hoor. Die vindt het altijd lekker om bij mij te liggen. Hm? Oh, ga ik zo lekker bij Woezel liggen. Gezellig, hè? Maar nu is het nog een tijd om te slapen. Voor mij dan niet.
Dus kijk, en heb ik... Voilà. Hier heb ik dan mooi... De ingang, heel erg hoog. Dit is 6 meter hoog. Dus dan heb ik hier de hele hoge gangetje. Kun je hier je schoenen uitdoen of wat dan ook. En dan moet je hier door de plant heen. Dat is een soort van deur dus. Hoppa. En dan ben ik hier. En dan kan ik hier zo mooi naar buiten kijken. Even kijken. Ja, kom, we gaan even naar buiten. Want de deur die staat hier open. En zone 2 staat nu aan. Dus dat is zone 1. Dat stukje en daar helemaal achter. Dat is zone 1. En dit is zone 2. Dat is, en dan helemaal daar zo rondom. En dan zone 3. Dat is hier bij de voortuin. Helemaal daar. En zone 2 die is nu aan de beurt. En iedere zone heeft een half uurtje. Dus hij begint om 7:30. Dat is zone 1. Dan is het 8:00. Dan staat deze aan. Ja, maar papa die heeft hem wat vroeger neergezet. Want het is natuurlijk 7:10. Dus papa die heeft hem op 7:30 staan. Dus die 7:30 ging aan. Tot met 7:00. Dus 7:00 ging deze aan. En om 7:30 gaat die aan. Hé, hey, Pipje, meisje. En dan om 8:30 is die klaar. Meisje, hallo. Ja. Hallo. Ja. Hé, hey, Pipje. Ik heb helemaal geen beentjes meer. Ik heb benen. Want ik word grote broer. Ik ben een grote broer. Maar nu word ik nog grotere broer, Pipje. Want ik krijg nog een broertje erbij. Hè. Dat vindt Pipje heel erg leuk. Maar zij begrijpt het nog alleen niet. Wat is er? Nou, Pip die gaat er weer vandoor. Hier even lekker zitten. Kom maar. Nee. Kom. Ga. Nou, jij legt op die. Ik lig hier lekker. Nou, even hier een lekker kwartiertje chillen. Kom zo terug. Nou, een kwartiertje later. Ik ging even lekker chillen in de lichtstoel buiten. En nou, nu even lekker Donald Duckje lezen. En even mijn dankbaarheidsboekje doen. En dan even met de honden knuffelen. En dan ga ik ook weer slapen. Dus morgen, dan zien jullie me weer. En dan zeg ik, tot morgen, voor mij dan. Doei! Slaap lekker. Slaap lekker. Oh, het is ochtend. En het is vandaag zondag 27 juni. En ik zie al op mijn wekker dat ik lekker heb uitgeslapen. 8:50. Mooie tijd. Maar ik heb hier heerlijk geslapen. Jullie zien het ook aan mijn haren. Dat ik heerlijk heb geslapen. En dan doe ik even hem open. Oh. Het is alweer licht buiten. Hey. Heb je lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Ja? In je hut? In mijn hut, ja. Zo. Ja, kon je echt wel slapen dan? Ja, zeker. Ja, Luxie. Je hebt ook weer echt getroond, hè? Ja. Kom je uitleden? Gaan we lekker zondag vieren en we hebben vanmiddag verjaardag van je neefjes. Ja. Ja. Nou, maar het is dus ochtend en ik heb hier heerlijk als Roosje geslapen. En het is weer een mooie dag. Nou, hier heb ik dus geslapen. Hé, hey, Lixie, kom. En dan gaan we kijken waar de honden zijn naartoe gegaan. Even kijken. Oh, hier is Woezel. Kijk, Lucilla was ook al wakker. Je hebt ook een mooi jurkje aangetrokken.
Mooi jurkje aan, Isella. Wauw. En nu nog even kijken waar Pipje is. Pipje! Hey, Pippi! Even kijken. Als ik in kan zoomen. Hi, Pippi! Hey, meis. Zo, ja, ik zat even de lens te vergroten. Maar Pipje, hey, kom eens. Hey, meisje. Hallo. Hey, mama, mooi. Hey. Heerlijk. Ja? 27 juni. Zo zijn we uitgerekend, hè? Op 40 weken. Ja, mooi. Zullen we lekker gaan buiten, jongens? Ja. Kom je vandaag naar boven? Nou, maar ik heb dus heerlijk geslapen in mijn hut. Nou, ik heb net een gamevideo gemaakt. Het is vandaag maandag. Ik moet weer naar school. Ja, maandag is altijd weer even wennen, want dan is het weekend weer voorbij. Kijk eens even. Wie we daar hebben. Hey. Hoi, ga maar even bij je zitten. Lucie, mammetje. Ik ben je mee. En Alexie. Als je niet durft, doen we het samen. Even zo'n best van papa. Ah. Aardbeelen en de hakkenbeelen. Sluit. Hakkenbeelen. Sluit. En dan nu ervoor en de buitenspunt. Tegen de buitenspunt. Kunnen we dat pakken? Pap, wil je even een bommetje laten zien? Een bommetje? Doe maar. Ja, wat een bommetje daar zit, hè? Een bommetje op Luxie? Nee! Ah. Luxie? Ik heb liever een deuk. Ja, dat mag ook, hoor. Ik geef wat deuk onder water naar de andere kant, ja? Ja. Komt hier, één deuk. Ja, want het is 7:15. Ja, we komen eruit, Alexie. Dus nog een uurtje en dan moeten we naar school toe. Een tijdje, maar we komen eruit. Nee, nog 3 kwartier. We moeten om 8:00 naar school. Ja. Ja. Nou. We zitten dus nog even te zwemmen. Ze komen eruit. En dan ga ik even kijken waar we zo Pip zijn. Pipje is hier. Hallo meisje. Hallo. Hallo. En Woezel is hier. Hallo jongen. Lekker geslapen? Lekker geslapen? Nou, maar die zijn dus hier. De meisjes die zijn zich nog heel even aan het aankleden. En ik ga even knuffelen met Sammy. Nou, we gaan nu naar school. Het is weer tijd. En het wordt vandaag 26 graden om 1 uur. Nee, om 12 uur wordt het 26 graden. En om 10 uur wordt het 21 graden. Dus dat is best heet. En Lucilla die gaat naar gym toe. Ja. Ik en morgen. En dinsdag dus. En Luxie is er ook klaar voor, hè? Je gaat lekker met papa spelen. Hè? Ja. Ja. Oh, denk je dat je bij je speeltuin gaat spelen? Ja? Vind je dat leuk? Ik kan niet zo niet doen meer. Nee, hè? Nee. Woensdag ga je naar school. Je krijgt sprookjes. Ja. Gewoon, ik heb ook op been. Heb je een muggenbult op je been? Ja, ik heb er eentje. Want ik weet niet of je het kunt zien. Even. Heb je er eentje op je been? Is van mij. Nou, Luxie, nee, dat hoeft niet. Ja, het is die leeftijd. maar, dus op naar school. Het is vandaag, even denken, dinsdag. En
Ik ben net uit school. Het is 2:15, 's middags. En ik ben net uit school. En we gaan vandaag lekker tomatensoep drinken. Ja, eten, drinken, eten. En ik zit even Minecraft te spelen. Ja, weet je wat ik jammer vind? Ik kan jullie niet laten zien. Jawel, of kan ik dat wel? Nee, ik weet niet of dit gaat lukken hoor. Ja, het gaat gewoon. Nou, zet ik die daar neer. Ouderwetse manier. Ja, jullie zien het denk ik goed. Even kijken. Ik zit nu in mijn villa. Omhoog, ja. Omhoog. Dat was een orkaan. Volgens mij. Kijk. De zon die begint al te schijnen. Ik ga even slapen. Met de maan. Even slapen. Hallo. Grappig. Even kijken of het waar is. Ja, het is zover. Kijk. Ik heb mijn hotel gehuurd. Nee, ik heb mijn hotelkamer even gehuurd. Wil je weten welke dat is? Kijk, deze. Nee, ik doe net hoor dat ik deze heb gehuurd. Maar het is deze. Dit kamertje. Mooi, hè? En die heb ik voor 5 dagen. Kijk, hebben we hier zo. Mooi. De gang. Hier, speelhoekje of een relaxhoekje. En dan hier. 2-persoonsbedden. Dus dat is mijn wereld een beetje. Als je mijn Minecraft game video wilt zien, kijk dan even natuurlijk op mijn YouTube kanaal. En dan laat ik je helemaal een rondleiding laten zien. Het wordt spannend. En dat een beetje. Dus zeker naar mijn game video kijken. En ik ga hier nog even lekker Minecraft spelen. Oeh, spannend muziekje. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdagochtend. 30 juli en ik zit even mijn brood te smeren en het is 8:50, dus ja, we moeten weer naar school toe en mijn juf die is vandaag jarig. Sil die mag vandaag als? Piraat. Mm-hmm. En mama en Luxie die zijn nog even aan het aankleden. En papa ook. Hè? En de rest is niet zoveel bijzonders, hè? Nee. Ja, maar de meisjes en papa die gingen zwemmen. En ik zat ondertussen te Minecraften. En ik heb een kinderopvang gemaakt. Hij is echt heel erg leuk. Als ik weer een game video ga maken, dan laat ik het jullie zien. Zo, het is vandaag donderdagochtend. En het is vandaag 1 juli. En er is vandaag iets heel, heel moois gebeurd. Dit is Lucius, die is vandaag geboren om 3:00 s'nachts. Hij ligt hier nu lekker even in de box. En onze pup, die hebben Lucius ook gezien, hè? Ja. Kijk hem dan. Ik heb hem heel erg veel geknuffeld en geëid. En ik mocht hem 2 keer verschonen. Het is een jongetje. Een heel lief jongetje. En de kraamverzorgster Ina, die komt ook weer zometeen. Hè? En mama, die is in bad bevallen. Ja, het ging goed, hè, man? Het ging hartstikke goed, jongen. Ja, jij wordt vanochtend wakker met een verrassing, hè? Ja, ik kon het gewoon niet geloven. Nou, wij zitten hier nu even lekker te eten. En ik moet zometeen naar school. Ik
2:15 dan ben ik weer thuis. Dus dan kan ik nog wel even lekker van Lucius genieten. Huh? En eindelijk ook een jongetje gekregen. In plaats van een derde meisje. Huh? Maar onze puppy zijn er ook heel erg blij mee. Huh? Nou, ik ga even lekker eten en dan naar school toe. Zo, het is vandaag vrijdag 2 juli en het is 8:50. En Lucius, ja, die zit weer aan de borst. Het is heerlijk te slapen. Dus je pip vindt het ook leuk. Ik heb even ook het muziekje aangedaan, want het is lekker rustgevend voor Lucius. Ze hebben een dromenland, hè? Ja. Nou, het bord die staat hier nog. Die gaan we vandaag bij de voordeur zetten. En de luiertaart die staat hier ook nog. Met allemaal luiers. Huh? Hm? Opa en oma. Huh? Kijk. Lucius. Een hele grote Lucius, ja. L-U-C-I-U-S. Woezel, die beschermt Lucius vanaf nu ook, hè? Ja, ik zijn helemaal om mij heen komen liggen. Ja. Nou, ik heb vandaag juffendag. Dus ik ga lekker film kijken met popcorn. En we gaan de stoelendans doen. En mogen we zelf een muziekje uitkiezen, dus het wordt superleuk. En, goedemorgen. Een hele goede morgen. Dus de Ina kraamverzorgster, die komt ook zo meteen weer. Ja. Om 9:00. Dat helpt wel. Ja. Vanmiddag het babytje. Ja, we gaan vanmiddag het babytje in het kleine badje doen. Mam, heb je een nieuwe gekocht? Of? Ja. Ja? Oh ja, die. Ik ga helemaal vergeten. Ja. Hè? Ik ga ze drinken. Nou, maar dan moet ik mijn weekvlog vanaf nu weer... Nee, ik hoef helemaal niet af... Ik ga ook nog even filmen bij de tummy tuck. Als je hem nu wel afsluit, want nu ging jouw vlog meer over dat hutje slapen. Dan gaat je volgende week vlog meer over de baby. Ja, nou, dus deze weekvlog dat ging een beetje over de hut. Dus dan ga ik zeker weer snel een nieuwe weekvlog maken. En dat gaat dan over Lucius. Nou, ik zeg, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En later. Doei!